De meeste mensen hebben geen prettige associatie bij het begrip hospice. Een plek waar iemand in alle rust de laatste dagen van zijn leven kan doorbrengen. De week van de palliatieve zorg wordt door Hospice De Brug in Druten aangegrepen om onzekerheden weg te nemen en vragen te beantwoorden. Tijdens de week van de palliatieve zorg organiseert Hospice De Brug open dagen, zodat de bezoeker meer informatie en een beter beeld kan krijgen van de hospice. Tijdens het bezoek kan men terecht met alle vragen en onzekerheden en krijgen ze ook een rondleiding door het huis. Op deze manier kunnen ze bezoekers ook steunen en helpen waar het nodig is. Nou, wat we zien is dat mensen best nog wel moeilijk vinden om te praten over doodgaan en de dood. En in de palliatieve zorg hebben we ook extra aandacht daarvoor. En ook vanuit de overheid is daar gelukkig extra aandacht voor. Dus we proberen met elkaar steeds meer te praten vandaag over morgen. Want wat we zien is als jij leert praten over wat je wil op het moment dat je stervende bent, dat dan steeds beter lukt om dat ook op een manier te laten zijn die bij je past en die zo dicht mogelijk bij je wensen zit. De andere kant zien we dat mensen niet zo snel zelf over de drempel durft te stappen van een hospice. Dus die drempel willen we letterlijk en figuurlijk verlagen door een open middag te organiseren. Dus als iemand straks hier aanbelt en zegt van ik kom voor de open dag, dan ga ik als eerste gewoon even vragen van goh, wat is de reden waarom je aanbelt? En op basis daarvan ga ik het gesprek met je aan. Veel mensen weten nog niet wat een hospice nou precies inhoudt. Daarom is het belangrijk dat hier ook meer aandacht naar gaat, zodat de mensen die op sterf liggen ook de mogelijke opties kennen. Nou, in een hospice mogen mensen verblijven die gaan sterven. Als je te horen hebt gekregen dat je gaat sterven en je bent echt in je laatste stukje. Als je in ongeveer de laatste 3 maanden van je leven bent, dan mag je bij ons komen wonen. We bieden zowel hulp in het hospice als bij mensen thuis. En het beeld wat heerst bij mensen die sterven is dat je pijn hebt, dat je lijdt, dat het allemaal verdriet is. Terwijl wij hier in de praktijk, in ons hospice, dat het ook heel erg gaat over leven. En dan leven in dat laatste stukje waar je alleen maar bezig hoeft te zijn met wat echt belangrijk voor je is. En dat zo fijn mogelijk doen. Met die goede zorg kunnen de meeste mensen zo sterven als ze hebben geleefd. En ik denk dat dat ons streven is. Naast dat een hospice gericht is op het verzorgen van terminaal zieke mensen, besteden de vrijwilligers van De Brug ook veel aandacht aan de familieleden en kennissen, zodat zij ook alle tijd kunnen nemen om het verdriet te verwerken. Ja, dat doen we door eigenlijk de familie net zo op te nemen als de gast. Dus onze gast staat centraal, maar ook familie gaat door datzelfde proces. Waar onze gasten afscheid moeten nemen van hun leven, moet familie daarna weer verder. En dat brengt ook soms andere emoties met zich mee of andere wensen en andere behoeften. En onze vrijwilligers zijn getraind zowel in het zorgen van onze gasten als ook het zorgen voor familie. Kom gewoon bij ons kijken, kom gewoon voelen hoe het is om hier in huis te zijn. Want uiteindelijk hebben we hier gewoon een huishouden wat we voeren voor mensen die sterven. Het is niet meer, het is niet minder.